Een aantal leden van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO is gisteren naar de congreshal gegaan om hun beklag te doen. In de hal wordt dagelijks een persconferentie gehouden door het COVID-19 management team. De bushouders en chauffeurs wilden graag de minister van OWTNC, Vijay Chotkan, spreken of vicepresident Ashwin Adin. Volgens Fabian Sichtman, bushouder op de PG-route, zijn de openbare lijnbussen de eersten die hebben meegewerkt aan het verzoek van de regering om te stoppen met werken. Maar nu zijn wij al meer dan 3 weken thuis en niemand die zich om ons bekommert, zegt Sichtman. We zijn nu 3 weken thuis. Men zegt, het wordt steeds moeilijker. En we hebben gelden liggen bij de overheid. We hebben 9 maanden gelden, sommige trajecten 3 maanden, hebben brandstofcompensatie te goed bij de regering. En we zijn eigenlijk, hebben onze wensen, soms hebben we afgelopen vrijdag hebben onze voorzitter proberen te contacten en gevraagd. We zijn zelf naar het kantoor geweest, we hebben mededeling gedaan voor u, we komen daar. Kan je ons op de hoed houden? Hoe zit het met alvast onze brandstofcompensatie? Oké, de regering, de voorzitter is heeft niet op ons gewacht, heeft ons niet te woord gestaan en we zijn eigenlijk zonder resultaat van PLO gegaan. We hebben gebrainstormd in het weekend. Wat is dan de volgende stap dat je doet? Hoe krijg je antwoord? Als je voorzitter niet met je wil praten, je organisatie wil niet met je praten, die je eigenlijk vertegenwoordigt, enige gesprekspartner van de overheid. Hoe weten we hoe verder? Oké, we hebben gezegd van, oké, dat plannen we. We komen vandaag hier naar congres al. De volgende persconferentie is maandag. We komen hier tegen 4 uur en we komen onze eigenlijk aandacht vragen voor onze problemen. Faisal Boulay, bushouder op de route PSB, zegt dat ze bij lange na niet meer uitkomen met het huidige tarief op de verschillende routes. We kunnen onze voorzitter niet bereiken en ook de regering is onbereikbaar. Wat moeten we dan doen? Dit kan zo niet doorgaan, vindt Boulay. Het tarief wat wij nu rijden is 1,85 op de staatsroute. We hebben een berekening gemaakt voor hem, want we zien dat het van niemand komt, niet eens van onze PLO-voorzitter. Dus dan hebben we zelf eigendunkelijk een calculatie gemaakt op de koers van wat de president ons heeft gegeven, 8,5. Toch? En iedereen weet het in de samenleving, niemand werkt met 8,5. Als je nu naar de koers gaat kijken, is 1 of 15. Maar wij werken met de koers wat de president ons heeft gegeven. En dan met dit tarief komt het op de staatsroute van 3,85. Het komt op neer van 3,85 binnen de staatsroute. Dat is op een koers van 8,5. Ik wil ook zeggen, als u kijkt naar onze buurlanden of in de regio, geen enkel vervoer rijdt beneden de 1 US dollar. Wij zijn de enige hier die beneden 1 US dollar rijdt. Wij, als je berekent op de koers van 8,5, rijden we op een tarief van 0,45 US dollar cent. Dat is niet eens 50 cent, dat is 45 cent. Bushouder Faisal Boulay, hij sprak gisteren zijn misnoegen uit over de manier waarop de regering met bushouders en chauffeurs omgaat. De bushouders zijn naar de congreshal geweest in de hoop de OWTNC-minister te kunnen spreken of vicepresident Adin. Geen van de twee functionarissen was echter aanwezig.